Hartelijk welkom mensen weer in deze eredienst. Gezegende Sabbat toegewenst, ook voor de mensen die door de week studeren. Gezegende week toegewenst. Ik zeg altijd erbij, zie de hele eredienst in één keer uit. Ga meezingen in de liederen. Neem het gebed vooral voor uzelf mee. Het is ontzettend belangrijk om echt die totale verkondiging goed te begrijpen. En herhaal anders ook. Wij willen voordat we starten, weer verder met die geweldige mooie Psalm 105. En dat heb ik met opzet gedaan, want dit heeft alles te maken met Egypte, de Egyptenaren. En ja, wij, wereld, is Egypte. Wij komen ook uit Egypte de wereld vandaan. Dus vandaar dat ik met opzet deze nu weer heb laten zingen. Want we starten weer in 105 vers 9. God sprak. En deed een vorsten weten. Ook Ezechiël 28a. Tast mijn gezalden, mijn profeten, niet aan door enig leed of schand. Ze zijn gewaarschuwd. Dus ik bedoel alleen maar te zeggen, lieve broeders en zusters, dit zijn de psalmen van Mozes. Die zijn nu ontzettend belangrijk. En bestudeer ze ook in het bijzonder uit de Bijbel vandaan. Wij willen eerst samen met z'n allen zingen, met blijdschap, Psalm 105, vers 9. Riep een honger in het land. Honger, zwaar, pestilentie. Pestilentie hebben we nu al. Hij brak vergramd den staf des broods. Dat is de honger. En het volk kwam in gevaar des doods. Beseft u wat er een beetje speelt? Ook de koning van het noorden gaat hier ook aan het werk. Maar God op een bepaald moment ook. Dus lees goed, versta goed wat hier allemaal bedoeld wordt. Laten we eerst de Heere zoeken in gebed. Dat we goed mogen beseffen wie we zijn en wie we moeten zijn. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Lieve, goede, getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus. We zijn u dankbaar. Dankbaar dat we ook op deze Sabbatdag of door de week weer voor uw heilige aangezicht mogen komen om van u te leren. U bent degene die uw oprechte kinderen onderwijst. En het is zo bijzonder wat wij allemaal mogen verstaan uit uw onfeilbaar woord vandaan. Al die drie volken. Het letterlijk, het geestelijk en het moderne Israël. En we beseffen heel goed dat we daar afstand van moeten nemen. Dat het vierde volk eraan komt. Het 3+1 volk. En dat u nog eenmaal een volk roept uit al die kerken vandaan. Ook uit de katholieke kerken vandaan. Uit de valse profeten vandaan. Uit de adventgemeente. Letterlijk Israël, Joden. Om deze geweldige mooie waarheid te mogen verstaan.
En nu willen we ook in het bijzonder verder gaan met hetgeen waar we gebleven zijn. Waar leiders grote fouten maken leiders van gezinnen, van families, ook enorm grote fouten. En dat willen we nu met z'n allen onderzoeken. Open ons verstand, open ons hart weer. We bidden daarom ook voor die mensen die het moeilijk hebben, verdriet hebben, ziek zijn, die alles ook om hen heen zien gebeuren. Die aangevallen worden door hun eigen familieleden omdat ze de Sabbat willen gaan houden. Ze worden verketterd en vervloekt. Het is niet normaal door eigen ouders of door broers en zussen binnen de gezinnen. Zo zal de situatie zijn. En dat is nu al gaande. We bidden daarom van Heer of u ons kracht wilt geven om staande te blijven. Dat we het oog gericht mogen houden op u, op uw wet, op uw karakter, want daar draait het om. Dat we dat karakter van u, lieve Heer Jezus, gelijkvormig mogen worden. Dat we maar één voorbeeld hebben, en dat bent u. Kom daarom, lieve Heer Jezus, lieve Vader in hemel, met uw Heilige Geest over ons. En dat we mogen zien wie we moeten worden. En dat we fouten hebben gemaakt. En misschien nog een fout te maken, maar daarmee willen stoppen. Bidden we van u om Jezus Christus, onze geliefde Heer, in naam, uw Vader in hemel. Amen. Ja, zoals u zult hebben begrepen, is daar nogal iets gaande in die eindtijdgeschiedenis. Er zijn drie Israëls. En die Israëls zijn allemaal diep weggezakt, dat hoort u me telkens zeggen. Alle drie. En daar komt dat ene Israël nog voor in de plaats. Het laatste volk, het 3+1 volk, een beweging komt op gang, dat beseft u. Maar wij willen eerst naar die geweldige wet van God, want die willen we toch heel graag in ons hart hebben. Het bestuur van God willen vertegenwoordigen, want daar spreken we dan over met z'n allen. Laten we maar lezen. Exodus 20 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit deze wereld, uit Egypteland, uit het diensthuis, uit die onderdrukking van het geweten, uitgeleid heb. Van die nieuwe wereldorde. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Denk aan wat wij vorige eredienst hebben besproken met z'n allen, met Gods genade. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het, daar komt hij, derde en vierde lid dergenen die mij haat. We zitten nu in de vierde periode. Dus weet wat u te doen staat. En doe barmhartigheid aan 144.000den. Dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En ook aan de martelaar. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dat 7-maal toe vernoemd. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is. En dan kunnen wij ook alles en mogen wij alles doen. Wat we voor God ook kunnen verantwoorden, maar ook ons werk doen. En wij rusten ten 7e dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat te komen staat. Beseft u dat? Dat u de Heer uw God geeft. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dus op wat voor manier ook maar ergernissen hebben van wat een naaste doet.
Want uit ergernissen komt roddel en achterklap voort. Pas dus op. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Weer tot zevenmaal toe. Amen, kunnen we erop zeggen. En hij zeide tot Mozes, spreek gij met ons. En wij zullen horen dat God met ons niet spreekt, opdat wij niet sterven. Ja, maar God moet diep in uw hart spreken. U moet en zult moeten veranderen in hetgeen wat God u te vertellen heeft. En nu gaan we verder. Een heel pijnlijk punt, want daar heb ik u veelvuldig op gewezen. En dat is het volgende. Gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid aan de ouders. En dat is natuurlijk vers 30 van Romeinen 1. Laten we het maar even lezen. Romeinen 1, vers 30. Oorblazers, achterklappers, haters gods, smaders, hoogvaderen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouderen ongehoorzaam. Dat hoort allemaal bij elkaar. Als u de ouders ongehoorzaam bent, zit u in diezelfde lijn met alles wat hier afgebeeld wordt. Laat ik het dan zomaar uitdrukken ten opzichte van de vorige eredienst. Onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onfatsoenlijken en onbarmhartigen, dewelke daar zij u, kunt dat recht weten van God. Namelijk dat diegenen die hiervoor van ons zijn, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn. Past u niet in het koninkrijk van God. Niet alleen dezelfde doen, maar ook mede welgevallen hebben in degene die ze doen. Ja, ik besef heel goed, lieve broeders en zusters, dat het niet makkelijk is om dit allemaal zomaar in één keer even te verstaan. Dat mag duidelijk zijn. Maar het is wel ontzettend belangrijk om te begrijpen wie we moeten worden en wie we moeten zijn. Dus vandaar dat ik ook zeg van, u hebt het gelezen van Agan. Agans ouders. En we willen er nu wat verder op ingaan op bepaalde punten. En dat gaat vooral dus nu om het vijfde gebod. En daar wil ik voor u bijpakken. Patriarchen en profeten. Patriarchen en profeten. En daar van een bladzijde 283. 283. Van patriarchen en profeten. Helemaal onderaan. Een paar regels. Ongeveer 10 van onderen. In de midden. Het grote beginsel van liefde. Daar staat het. We spreken allemaal natuurlijk over love, love. Nee, het grote beginsel van liefde. Wat is dat? Het grote beginsel van liefde en trouw jegens God, de vader van allen, is nauw verbonden met het beginsel van broederlijke liefde en gehoorzaamheid. Dus als wij allemaal dat juiste beginsel in ons hebben, gerechtigheid door geloof, dan hebt u ook die broederlijke liefde naar elkaar toe. Dan hebt u ook die gehoorzaamheid naar elkaar toe. Dus ouders, kinderen, kinderen, ouders. En kinderen, God, kinderen, van de ouders dus, maar ook kinderen van God, ouders zelf, ook naar God toe en naar elkaar. Minachting voor het ouderlijk gezag, let op, nu spreken we over het vijfde gebod, zal licht leiden tot minachting voor Gods gezag. Dus het een is het opvolgende van het ander. Oorzaak, gevolg. Zal licht leiden tot minachting voor Gods gezag. Vandaar het streven van Satan, de mensenmoordenaar van het begin, om de verplichting van het vijfde gebod te verdoezelen. Dus in die eindtijd waar we hierin leven, wat ook bij het letterlijke volk Israël zo was, mens zijn offerens brachten ze, niet normaal. En ook dat de kinderen op gingen staan tegen de ouders, of ouders tegen de kinderen, om dat vijfde verbod te verdoezelen, en dat gebeurt nu ook.
Bij de heiden werd weinig acht geslagen op de strekking van dit gebod. Bij vele volken werden de ouders in een steek gelaten of zelfs gedood, wanneer ze door hun leeftijd niet langer voor zichzelf konden zorgen. Niet normaal. In het gezin werd de moeder met weinig ontzag behandeld. En bij de dood van haar echtgenoot moest ze zich onderwerpen aan het gezag van haar oudste zoon. Moet u zich eens voorstellen. Mozes legde de nadruk op de verplichting de ouders te gehoorzamen en te eerbiedigen. Maar toen de Israëlieten afweken van de Heere, werd het vijfde gebod samen met de andere geboden terzijde geschoven. Dus dat vijfde gebod op die tweede steen, het eerste van de tweede steen, moest aan de kant. Want wat kwam eruit voort? Satan was een mensenmoorder van het begin. En zodra hij macht kreeg over de mens, bracht hij hen niet alleen ertoe elkaar te haten en te doden, maar om Gods gezag nog meer te schenden, maakte hij de overtreding van het zesde gebod tot een deel van de godsdienst, dus zesde gebod ook nog. Door een misvormde voorstelling van goddelijke eigenschappen werden heidense volken ertoe gebracht te geloven dat mensenoffers noodzakelijk waren om de gunst van de goden te verkrijgen. En zo wil Lucifer nu ook geëerd worden. Luciferianen noemen ze dat. Satanaanbidding. Pas op. En de ergste wreedheden zijn begaan onder de verschillende vormen van afgoderij. Een van deze gebruiken was dat de kinderen ten aanschouwing van de afgoden door het vuur moesten gaan. Wat hebben we net gelezen en geleerd? Van Nadab en Abihu, vreemd vuur. Een stukje verderop, vol inspring. De schending van het zevende gebod vond eveneens plaats in naam van de godsdienst. Vijfde gebod, zesde gebod, zevende gebod. Beseft u het? Beseft u wat Satan wil? Hij doet er alles aan om die geboden van God te vernietigen. En u hoeft maar op één te struiken. Dat hebben ze allemaal overtreden. Jacobusbrief, dat weten wij, dat hebben wij geleerd. Dus ik wil niet veel zeggen. Wij moeten hier iets van leren. En dat doen we ook met z'n allen. Wij willen graag leren, maar we willen daarom net zoals vorige keer weer eerst naar de Bijbel terug. Ik heb al tegen u gezegd. Let op voor Ezekiel 3 plus Ezekiel 33. Mijn verzoek is daarom ook of u die zelfstandig gaat onderzoeken. Ezekiel 3 plus Ezekiel 33. Staan beide dezelfde woorden in, maar het is belangrijk dat u dat gaat onderzoeken. En straks kom ik daar in Ezekiel 18 nog een keer op terug. Hoe zit het dan met kinderen, met ouders enzovoort? Wil ik eerst naar Exodus 21 toe. Het is natuurlijk vooral het gebod, het vijfde gebod is de kinderen naar de ouders toe. En daar draait deze eredienst ook helemaal om, maar u beseft ook wel, ouders kunnen ook verkeerde dingen doen naar de kinderen toe. Die kunnen ze van het geloof afhouden. Die kunnen zelfs hun vervloeken omdat ze de Sabbat gaan houden. En zeg niet dat het niet gebeurt, maar het gebeurt wel. Dus dan zijn de ouders nogal fout bezig. Dan hebben ze het woord van God niet onderzocht en met alle gevolgen van die. Laten we eens even naar Exodus 21, vers 15 toe gaan. Zo wie zijn vader of moeder slaat, let nu eens op. Die zal zekerlijk gedood worden. Beseft u wel waar we hier over spreken? Als kinderen hun ouders slaan, en u moet u onthouden, ouders, als u daar niets van zegt, hebt u daar een medewelgevallen aan, dan bent u medeschuldig, dat beseft u. Maar u beseft volgens mij ook, als de kinderen de ouders slaan, die zal zekerlijk gedood worden. En u moet maar blij zijn dat de Heere God niet direct het oordeel voltrekt, maar het staat opgeschreven in de hemelse boeken. Dat moet duidelijk zijn. Ja, dan beginnen we al heel zwaar naar de kinderen toe en naar de ouders toe. En dan staat er nog een keer in vers 17, wie ook zijn vader of moeder vloekt, dus dat kan ook, vervloeken, die zal zekerlijk gedood worden. En ja, dan moet ik er eerlijk bij bekennen, dat is ook wat de Heer Jezus zegt.
Matteüs 15, vers 4. Laten we er even naartoe gaan. Matteüs 15, vers 4. U beseft, wij zetten nu wel de puntjes op de i. We gaan er niet meer omheen dralen, dat is er tijd niet meer voor. Matteüs 15, vers 4. Want God heeft geboden, zeggende, eer uw vader en uw moeder. De Heer Jezus haalt dit gebod specifiek aan. En wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven. Kunt u wel zeggen, och, ik sterf toch niet. Ik vervloek mijn vader en de moeder. En dat gaat me allemaal goed en het gaat me allemaal voor de wind. U bent nu gewaarschuwd. Ik wil iets meenemen voor u nog. En dat is belangrijk. Ook om een begripsvorming te krijgen voor u. Hoe zit dat precies als u iets weet en u gaat er niet goed mee om? En dat staat ook in Exodus 21. Vers 28. 21, vers 28. En wanneer een os, dus een stier, een gecastreerde stier, noemen ze dat wel, dat is een os, een man of een vrouw stoot dat hij sterft, zal de os zekerlijk gestenigd worden. Hoort u dat? Zonder pardon. En zijn vlees zal niet gegeten worden. Nog een stap verder. Er ligt een vloek op. Maar de heer van den os zal onschuldig zijn. Prima. Maar er komt nog een maar achteraan. Nu moet hij opletten. Ook vooral ouders. Maar indien de os tevoren stotig geweest is, dus de man was op de hoogte, en zijn heer is daarvan overtuigd geweest, dus nogmaals, hij was op de hoogte, en hij hem niet bewaard heeft, vastgezet heeft, of wat dan ook maar, en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden, dat is ook duidelijk, weer hetzelfde bij de eerste keer, en zijn heer zal ook gedood worden. Want die heer had daar wel gevallen aan. Jee, maar zo is het niet. Jazeker, want hij had het kunnen weten. Dat dit zou kunnen gebeuren. Dus lieve broeders en zusters, ouders van kinderen, u beseft als u dit zomaar maar toestaat, wat voor vloek over u komt. Nou, laten we eens even naar Leviticus 20 vers 9 toe gaan. Ik heb wat verschillende dingen opgeschreven om u toch een beetje wakker te schudden van, jongen, 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 er speelt hier nogal wat. Leviticus 20 en daarvan het 9e vers. Wat vinden we daar? Weer hetzelfde. Even bij 8 beginnen. En onderhoud mijn inzettingen en doet dezelfde. Ik ben de Heer die u heilige. En dan verder. Als er iemand is die zijn vader of zijn moeder zal gevloekt hebben, die zal zekerlijk gedood worden. Hij heeft zijn vader of zijn moeder vervloekt. Zijn bloed is op hem. Nou, dan mag u alles nog nalezen. Ik wil er niet te veel nog tijd aan spanderen, want volgens mij moet dit over en over duidelijk zijn. Die mensen die dat niet willen horen, die hebben een enorm, enorm probleem. Want dan willen we nu verder gaan ook met Deuteronomium 27. Daar staat ook heel veel in. Ik wil eerst vooral dat u gaat beseffen, ik wil hebben dat u de Bijbel er daarop naslaat. We gaan hier niet zomaar wilde verhalen vertellen, daar hou ik niet van. Ik ben niet een anekdote vertellen, dat weet u. Ik wil die dingen uit de Bijbel halen. Deuteronomium 27. Wat wil ik hiermee zeggen? Ik ga even naar Deuteronomium 26, waar ik u veelvuldig over vorige eredienst nog over heb gesproken. Even terug naar Deuteronomium 26, vers 17. Heden, hebt gij de Heere doen zeggen dat hij, hoofdletter, u tot een God zal zijn. En dat gij zult wandelen in zijn, met hoofdletter, wegen. En houden zijn inzettingen, zijn geboden en rechten. En dat gij, er komt nog wat achteraan, zijn stem zult gehoorzaam zijn. Dus 3 plus 1, gehoorzaam zijn is die plus. En dan komt er een hele wat. In Deuteronomium, vervloekt zij de man, vervloekt zij die. En het al het volk zeggen amen, 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 amen. Tot 12 maal toe. Nou,
Daar vindt hij ook vervloekt zij die bij zijn zuster ligt. Kinderen onder elkaar. De dochter zijn vaders of de dochter zijn moeder. Moeten de ouders opletten. En dan staat er ook nog, vervloekt zij die bij zijn schoonmoeder ligt. Niet voor te stellen hoe ver mensen gaan. En al het volk zeggen aan. Dus u beseft al, kinderen, zeker uw ouders, wees gewaarschuwd. Zelfs bij beesten liggen staat erin. Het is verschrikkelijk. Nou, ik wil er niet te veel over spreken. U moet het maar lezen. Want het is te vulgair om het allemaal uit te spreken. Mensen dit niet meer begrijpen. Dan denk ik, nou, maar het gaat heel ver. In alle kerken. En dan wil ik even naar vers 15 toe. Vers 14 pak ik erbij. Van Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 vers 14. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden heden gebieden, ter rechter of ter linkerhand, dus rechter voren trekken, dat gij andere goden nawandelt om hen te dienen. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, komt hij weer, die ik u heden gebieden, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Onvoorstelbaar. En dat is wel gebeurd met letterlijk Israël. Al die vloeken, vervloekt zij, enzovoort, vervloekt zij. En wat komt er dan? Even verderop, aan het eind, moet u niet schrikken. Dus al die vloeken komen over het letterlijk Israël, die zijn gekomen. En dan vers 47 van Deuteronomium 28. Omdat gij de Heere uw God niet gediend zult hebben met vrolijkheid en goedheid des hart, vanwege de veelheid van alles, want God heeft hen alles gegeven, ook in de gezinnen en families, allemaal, zo zult gij uw vijanden, die de Heere onder u zenden zal, nu moet je opletten, toen letterlijk Israël, nu weer, pas op, zo zult gij uw vijanden, de nieuwe wereldorde nu, die de Heere onder uw zenden zal, dienen. Draakbeest valse profeten. In honger, in dorst en in naaktheid, in gebrek van alles. Wordt niets uitgesloten. En hij zal een ijzeren, daar komt het ook bekend voor. IJzer, benen van ijzer met klei gemengd, weet u het nog? Beeld van Daniel. Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u verdelgen. Daar komt de Rome aan. De drie Romers. De Heere zal tegen u een volk verheffen van ver. Nou, dat mag duidelijk zijn. Van het einde der aarde gelijk als een arend vliegt. Ik heb u dat allemaal uitgelegd in de profetenscholen. De drie arenden, draakbeest, valse profeten. Een volk welk spraak gij niet zult verstaan. Beseft u dan? Latijns. Een volk stijf van aangezicht. Dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen. Nog den jongen genadig zijn. Dus kinderen zijn ze niet genadig. Het zal de vrucht uw beesten en de vrucht uw lands opeten. Totdat gij verdeld zult zijn. Het welk u geen koren, most, nog olie voortzetting, uw koeien, nog kudde van uw klein vee zal overig laten totdat hij, ook God dus, maar u beseft dat God dat toestaat, hij u verdoe. En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muur nedervallen. Muur is de wet van God. Op welke gij vertrouwde, zondagswet, daar gaan de mensen straks op vertrouwen. In uw ganse land, ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de Heer uw God gegeven heeft. En gij zult eten de vrucht uw buiks. Onvoorstelbaar, is dat niet 70 na Christus gebeurd bij de Israëlieten? Jazeker. Wat denkt u dat het weer zal gebeuren? Rekent u maar, want hongerslaag, pestilentie komt eraan. In een andere volgorde. Het vlees uw zonen en uw dochteren, die u de Heere uw God gegeven zal hebben.
in de belegering en in de benauwing waarmee uw vijanden, de koning van het noorden, u zullen benauwen. Draak, beest, valse profeten. Ik wil niet veel zeggen, maar wij moeten toch een beetje beseffen wat hier aan de hand is. Lees hier voor uzelf nog eens goed door, Matthäus 10 vers 37, Spreuken 20 vers 20. Neem dat voor uzelf eens mee. Ik wil nog één punt erbij pakken. Dat is Leviticus 21 vers 9. God maakt hele duidelijke standpunten. En heeft hele duidelijke standpunten. Ook als het om vrouwen gaat. Leviticus 21 vers 9. In dit geval een dochter. Dat is ook een vrouw. Als nu de dochter van enige priester zal beginnen te hoereren. Vader zijn de priesters van het gezin. En dat is ook diegene die de laatste luide roep gaan brengen. Dat zijn priesters. Enige priester zal beginnen te hoereren. Dus die dochter, wat zal met die gebeuren? Zij ontheiligt haar vader. Let eens op. Met vuur zal zij verbrand worden. Ik wil niet veel zeggen, het is verschrikkelijk. En hij, die de hoge priester onder zijn broederen is, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, in wiens hand men gevuld heeft om die klederen aan te trekken, zal zijn hoofd niet ontbloten, noch zijn klederen scheuren. Dus wat wordt daarmee bedoeld? Precies hetzelfde als met Aaron. Ze mogen absoluut daar niet over rouwen. Dat staat hierachter. Let eens op. Noch, dus niet zijn klederen scheuren. U weet, Aaron mocht zijn klederen niet scheuren bij Nadab en Abihu. En dan wil ik nog één bijzondere vrouwelijke persoonlijkheid erbij pakken. 2 Koningen 9 vers 10. Daar wil ik eerst heen toe. Ook zullen de honden Isebel eten op het stuk lands van Jezreel. U weet wie Isebel was volgens mij. De hoer. Dat is ook bijzonder. En dan beseft u al hoe ernstig de situatie zich voordeed. Mag u allemaal nog doorlezen. Want diegenen die zo Gods volk verleiden, wat zal daarmee gebeuren? 2 Koningen in 9 vers 37. En het dode lichaam van Isebel zal zijn gelijk mest op het veld in het stuk lands van Jezreel. Dat men niet zal kunnen zeggen, dit is Isebel. Als wij zo ver gaan, lieve broeders en zusters, dat we God zo ver verloochenen, dan zult u ook beseffen dat er een verschrikkelijk oordeel over ons allen komt. Ja, ik moet dit vertellen tegen u, ik vind dat ook pijnlijk, maar ik ben ook blij dat de Heere God mij daar de opdracht ook voor heeft gegeven. Waarom? Dat ik u toch kan vertellen, kijk, zo is de situatie momenteel. En dat klopt ook, dat kan ik alleen maar bevestigen. En die periode gaan wij ook tegemoet. Laten we samen eerst weer zingen. Om dit een beetje te verwerken. Psalm 119 vers 84. Psalm 119 vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Want hier horen wij uit hoe God handelt en hoe wij niet moeten handelen. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Inderdaad, we willen er alles aan doen om Gods bevelen te doen. Inzettingen, rechten en geboden. Laten we samen zingen op Psalm 119, vers 84.
weet mijn weg. U weet de weg van God. Daar zijn we mee bezig. We weten ook wat er staat te gebeuren. En hoe mijn wandel is, wil niets daarvan voor u mijn God verhelen. Dus wij weten wat God van in ons verlangt. En ja, wat willen wij dan? Wij willen eerst naar Ezekiel toe. Ik heb al gezegd tegen u, ik ga er echt vanuit dat u Ezekiel 3 en 33 zelfstandig onderzoekt. En dan gaan wij nu naar Ezekiel 18 toe. Rondom vers 23. En dan maak ik toch een klein stukje opstart, want er speelt zich iets af. En een klein stukje wat ook in Ezekiel 3 en 33 staat. 20 wil ik starten daarin. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. Dus vice versa. Even binnen het gezin gaan we nu vooral aan het werk. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. Vice versa. Beseft u hoe duidelijk Gods woorden zijn? Rechten en onrechten. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft en al zijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven. Geweldig. Hij zal niet sterven. Wat een genade God hebben wij. Maar willen wij wel veranderen? Willen wij die genade met beide handen aangrijpen? Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden zelfs. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan den dood der goddelozen, spreekt de Heere. Heere, wat denkt u? Nooit. God wil iedereen in het eeuwkoninkrijk hebben. Is het niet dat als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven in al die drie volkeren? Die moeten er allemaal uitkomen. Er moet een overblijfsel uit die drie volkeren komen. En dan kunt u samenleven met Christus. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, kijk, dan komt die andere kant ook weer, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? U haalt hopelijk toch nog wel even aan wat we hier allemaal met z'n allen besproken hebben. Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. Weer datzelfde. U hebt zoveel goede dingen gedaan. U bent gevallen. Vlak voor de tijd dat Christus wederkomt, bent u meegegaan in de Schapelijke Menenkerken. Meegegaan in die drie volkeren. U hebt er wel gevallen aan die drie volkeren gehad. Aan uw vader en moeder die een ongeheiligd leven leiden. Aan uw kinderen die ongeheiligde dingen doen. Neem dat dus nu vooral mee. Dan gaat u mee verloren. U laat uw kinderen verloren gaan. Dan kunt u wel zeggen, ja, maar ik dacht, nou, we hebben een woord. Ik zeg altijd, als u denkt, moet u dat aan een paard overlaten. U heeft een veel groter hoofd voor, zeg ik heel vaak. Wij hebben een Bijbel. U moet niet uw eigen gedachtenspinsels ophalen en dat op een Bijbel projecteren, terwijl u niet de Bijbel onderzoekt. Of op Gods genade projecteren. Nee, u moet zelfstandig hier onderzoeken, daar zijn we hier met z'n allen mee bezig. Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding waardoor hij overtreden heeft, en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gijlieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, mijn weg is niet recht. Zijn niet uw wegen onrecht? Ja, en dan nogmaals vers 32 van Ezekiel 18. Want ik heb geen lust aan den dood der stervenden, spreekt de Heere, Heere. Tweede Engelenboodschap. Daarom bekeert u en leef. Nou, dan komt weer een hele hoop over de leeuw en de vorsten van Israël enzovoort. Ik kan niet goed genoeg u waarschuwen, maar ik wil u waarschuwen met Gods genade in hetgeen wat eraan komt, in alle liefde.
Maar er is straks geen genade meer voor u als u een kerkganger blijft. Volgens mij ben ik dan overduidelijk. Het doet mij ook pijn in het hart. Het doet God ook pijn in het hart, omdat u toch niet wil doen wat God van u verlangt. Want zo is het. Op een bepaald moment is het gewoon zo. Wij gaan toch weer die mooie psalm zingen met z'n allen. Want Psalm 105 vers 10. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Hij is zo liefdevol. Hij wil iedereen redden. Maar ze moeten zelf wel een keuze maken. Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd. Wat hebben ze met hem gedaan? In het begin, weet u nog? Ze hoefden hem niet. Zo is het altijd. De zonen van Jacob, zijn broers, hoefden hem niet. Laten we dat eens samen met z'n allen zingen. Dan komen we dichter bij het gezinsleven. Psalm 105, vers 10. Wat is er gebeurd? Tot slaaf verkocht in zijn jeugd, verschrikkelijk. In ijzeren boeien wreed gekneld. Werd hun tot heil in eer gesteld. Hun. Alles wat er bij Jozef is gebeurd, heeft het hele gezin van Jacob profijt van gehad. Kan je zich dat eens een beetje voorstellen hoe genade God voor u en ons mensen is, ook voor gezinnen? Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. U bent het die het wil en werken in ons moet verrichten. U bent het die ons genadig kan en wil zijn. Ook binnen familiekringen, ook binnen gezinsleden. Gebeuren verschrikkelijke dingen momenteel binnen gezinskringen. Dat gaan we hier niet allemaal uit de doeken doen in die zin van, dat moet allemaal tentoongespreid worden. Wij kunnen zelf denken. Wij kunnen zelf als kinderen denken. Maar ook vooral als ouders om de kinderen goed op te voeden. En toch consequent te zijn in alles wat ze doen. Heer, u kunt de ouders leiden. Heel in het bijzonder om oprechte kinderen te kweken. Wat ik het dan zo proberen uit te drukken. Door de ouders heen. Dat er een juiste opvoeding komt. We bidden daarom van u. Of ook de kinderen mogen gaan beseffen en begrijpen wat echt gerechtigheid door geloof is. U bent het die het wil doen werken. Ook bij de ouders nu moet doen. Ook bij de kinderen nu moet doen. Ik kan dat niet. U kunt hun harten alleen maar bereiken. Ik ben alleen maar dienstknecht van u. Wilt u daarom ook nu bij me zijn om in alle voorzichtigheid en liefde dit ook over te brengen. Wat u mij in mijn hart hebt gelegd. Zo bidden we alles om Christus Jezus wil, Heer. Kom met uw Heilige Geest over ons allen. Amen.
Wij hebben al een hele hoop natuurlijk besproken. En ik wil heel graag met u naar getuigenissen voor de gemeente. Getuigenissen voor de gemeente. En wel een belangrijk hoofdstukje. Specifiek over ouders. En dat is 5 getuigenissen, moet ik er even bij zetten. Het grote boek. Jammer dat er niet meer vertaald zijn. Maar ja, daar kunnen we niet voor. En dan in bladzijde 37. Het is een heel mooi gedeelte. Overal. Maar ouderlijke opvoeding. Hoofdstuk 3 is dat. En willen we eens doorheen gaan met z'n allen. Er zijn ook andere boeken over hoe leid ik mijn kind. En die boeken heeft zuster White allemaal geschreven. Die kunt u gebruiken. Maar ik wil vooral met name wil ik spreken over natuurlijk Romeinen 1 vers 32. Want daar ligt precies in waar het nu allemaal misgaat. Want, ik zal het proberen uit te leggen. Als de ouders er wel gevallen hebben aan wat de kinderen doen, verkeerd doen, laat het zo stellen. Of dat niet zien, dan hebben ze er wel gevallen aan. Dan moeten ze oogenschouw van God bidden. Als de kinderen iets doen, onder elkaar, broertje, zusje, zusje, broertje, 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 zusje, zusje, ik noem ze allemaal maar even op, in al die verbanden, dan moeten zij, wat moeten zij, elkander beschermen. Ook de kinderen onder elkaar. Dat is op scholen ook zo. Ik weet voor mezelf heel goed, even een klein voorbeeld, ja, dat zat er waarschijnlijk al vroeg in. Op school, op een bepaald moment, hadden we altijd plezier en heel veel blijdschap in ons hart. En ik kwam uit een heel klein dorpje vandaan en toen gingen wij naar de grote stad. Want ja, mijn vader kon daar werk krijgen, hij besefte dat. En toen kwam ik op een andere basisschool, zouden we nu noemen. Een lagere school. En ik kwam daar. En ik schrok toch wel zo, want die hadden ruzie met elkaar. Die vochten daar op dat schoolplein. Het eerste wat ik deed, ik trok die jongens uit elkaar. Hou op. Nou, toen kreeg ik ook nog een klap, maar afgezien van dat. Dus je hou op, dat doe je toch niet. Ik begreep het helemaal niet. Echt niet. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Op dat kleine schooltje. In dat kleine dorpje. Beseft u iets? Hoe gevaarlijk grote steden zijn met van allerlei pluimage op zo'n school. En die school veel groter wordt en werd. En u mag het in gaan vullen. Dus mijn gedachten werden zo in beslag genomen door wat er gebeurde. Dat ik moest ingrijpen. Dat heb ik goed gedaan. Het zegt iets waar kinderen opgevoed worden. Dat wil ik daarmee zeggen. Ouderlijke opvoeding. En op een bepaald moment komen dingen zo voor natuurlijk. En gebeuren dingen. Ik ben ook daar nog ziek van geweest. Dat kan ik u vertellen als kind zijn. Heeft mijn moeder mij ook allemaal verteld later. Maar afgezien van nou. Wij gaan nu verder met die ouderlijke opvoeding. Er zitten zoveel facetten aan. Dan spreekt zuster waar ook altijd out of the cities, uit die steden vandaan, uit die steden vandaan, want dat gaat niet goed daar. Allemaal verkeerde invloeden komen daar, binnen het gezin natuurlijk. Maar laten we maar stappen. Bladzijde 37, getuigenissen deel 5. Mij is getoond, staat erboven, dat zeer veel ouders die beleiden de ernstige boodschap voor deze tijd aangenomen te hebben, hun kinderen niet voor God opvoeden. Dat zijn al duidelijke woorden. Zij kunnen zich niet beheersen en ergeren zich aan iedereen die probeert hun beperkingen op te leggen. Oei, ouders ergeren zich en natuurlijk, je moet niets van de kinderen zeggen. En daar zit al een hele pijnlijke punt zit daarin. Je moet goed lezen. Deze ouders hebben hun kinderen niet door een levend geloof bij het altaar van de Heer gebracht. Velen van deze jonge lui is het toegestaan het 4e gebod te overtreden. Gedenk aan de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Beseft u het? Door op Gods heilige dag hun eigen vertier te zoeken. Moet u dus voor oppassen. Het is een heilige dag. Dan gaan ze niet met dezelfde dingen doen of spelen. Zoals ze anders door de week doen.
Dat kunt u ze direct al in hun verstand inleggen, in hun doen en laten inleggen. Dus niet op die heilige dag hun eigen vertier te zoeken. Zij voelen zich niet gehinderd door hun geweten om voor hun eigen plezier op de Sabbat de straat op te gaan. Velen gaan waar zij willen en doen waar zij zin in hebben. En hun ouders zijn zo bang, hebben er wel gevallen aan, zijn zo bang om te mishagen, dat zij hun in navolging van Eli, weet u het nog, vorige eredienst, geen beperkingen opleggen. Ja, moeten we zo beginnen? Ja, dat zit hierin. Let op, ik ga een stukje verder. U kunt het zelf allemaal nog verder doorlezen. In het midden, een derde van onderen. Veel ouders verliezen echter. Op bladzijde 37 weer, een derde van onderen, in het midden. Veel ouders verliezen echter in hun liefde voor hun kinderen elk gevoel voor reden en inzicht. En door deze verwende, egoïstische en verkeerde aangepakte jongeren werd Satan op zijn beurt effectief aan de ondergang van de ouders. Dus het gaat van de ene kant naar de andere kant. Alles wat binnen een gezin besmet en bevlekt. Hoort u dat? Dat staat hier. Satan weet dat. Die gaat ermee aan het werk. Dus ouders, u kunt meegaan met de kinderen in hun goddeloosheid. En dan hebt u mede welgevallen aan dus. Ja, dan komt Romeinen 1 vers 32 weer aan. Ik werd geweest op het ongenoegen van God dat zich tegen het ongelovige en ongehoorzame oude Israël keerde. De plicht om hun kinderen goed op te voeden werd hun eenvoudige weg opgelegd. Dit is voor onze generatie van gelovige ouders nog steeds van kracht. Dus u moet terug naar dat woord. Daar vindt u ook in, ouders, hoe u daarmee om moet gaan. Ik zeg altijd, wij hebben ook fouten gemaakt. Laat ik dat goed voorop stellen. Ook in de opvoeding. Niet alles wisten wij. Maar één ding hadden wij, mijn vrouw en ik, heel strak. En dat is consequent zijn. Ik kan u vertellen, op een bepaald moment begon het bij mij ook zo. En bij mijn vrouw ook. Wij zeiden, dat moet je niet doen. Deden ze wel. Ze zeiden, dan moet je stoppen. Gingen ze toch door. En de derde keer zeiden, nou heb ik je 3 keer verteld. Wacht eens even. Een minuut later begonnen ze weer. En zei, nou, ik wil niet veel zeggen, dit is de 4e keer al. Nou, die kinderen kunnen wel 10 of 20 keer zo doorgaan hoor. Wij hebben een standpunt ingenomen. Ik heb een standpunt ingenomen. Consequent. 1 keer zeg ik het jullie en de 2e keer weten jullie, dan is het te laat. Dan ben je al te laat. Dus ik zeg het 1 keer en dan is het over. Nou, dat ging 1 keer natuurlijk direct mis. Gelijk, ga dan maar zitten, kom er niet meer. Eerste half uur zitten blijven. Niet meer spelen. Speel goed aan de kant. Handen over elkaar. Op een stoel zitten, er niet weer afkomen. Half uur. Oh, toen dacht ze, dit is niet 1, 2, 3 keer. Het is gelijk bij de 2e keer raak dus. Mijn vader had er 1 keer gezegd, ja, ik heb je gewaarschuwd. 1 keer en dan... Wat dacht u wat daarvan kwam op den duur? Ik hoefde alles maar 1 keer te zeggen, dat was klaar. Dat beseft u. Consequent. En zo was het bij mijn vrouw ook. Nou, vrouwen zijn natuurlijk altijd een beetje zacht van binnen, hè? Dat beseft u wel. Maar ze begreep, ik zeg het 1 keer, dat was het over. Dat was bij mijn vrouw plaats ook zo. Over en uit. Dat is consequent zijn naar kinderen toe. Leiding geven. Ook in dat gezin. En dat heeft ons zeer goed bevallen. Dat beseft u natuurlijk al. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, tot Gods onfeilbaar woord. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Kinders, ouders, ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen. Ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Openbaring 10, vers 7 en 11 opnieuw profiteren. Dus het nieuwe licht komt eraan. Hetgeen wij gehoord hebben en weten. En onze vaderen ons hebben verteld, dus terug naar de Bijbel. Dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. Wij willen vertellen aan het volgende geslacht des Heren roemrijke daden. Zijn kracht en de wonderen die hij gewrocht heeft. Kinderen zijn wat hun ouders door hun opvoeding, discipline en voorbeeld van hen gemaakt hebben.
En natuurlijk, daar komt een belangrijk punt, want je moet ze loslaten. Zij moeten zelfstandig worden. En dan nog bent u verplicht om ze te waarschuwen. Je kunt ze natuurlijk niet meer draaien om oren geven als ze 21, 22 jaar zijn. En dat deed me al heel weinig, want u beseft, zij wisten wel wat luisteren was op de deur. Maar u beseft ook dat ze kunnen wel aan de kant op gaan. Ze kunnen zelfs, het kan zelfs zo zijn, dat ze LHBT'ers worden. Op wat voor manier ook maar. En wat doet u dan? Ouders? Ja, dat keurt u af. Natuurlijk, dat keurt u af. Maar dan komt het moment, want de wereld is zo vrij, ze mogen ook al trouwen, LHBT'ers. Wat doet u dan? Gaat u daarin mee? Oké, als u naar die trouwerij toe gaat, dan zegt u met andere woorden, ik heb daar een welgevallen aan. En dan bent u te laat, ouders. Dan hebt u een gigantisch probleem. Waar kiest u dan voor? Dan kiest u niet voor Gods geboden, dat mag duidelijk zijn. Want dat is een gruwel voor God, dat mag ook duidelijk zijn. Ziet u hoe precair dat allemaal wordt? Zet u dan uw kind, afgezien of het een dochter of een zoon is, boven God en gaat toch afwijken van de geboden van God. Zoals bij nu kunt u ingaan vullen bij een Aaron, bij een Agab, Agam met ouders enzovoort, met die Sebel. Je liet die Sebel toch ook gaan in dit geval. Daarom is het zo geweldig belangrijk dat ouders getrouw zijn in hun opvoeding. Rechte vorm trekken. Van jeugd tot de aanbidding van God. Aan kinderen moet al vroeg het heilige karakter van godsdienstige verplichtingen worden bijgebracht. Dus ook, hoe gaan ze naar de gemeente, naar de kerk, enzovoort, enzovoort. Ik kan u vertellen, wij moesten stilzitten. U beseft wel, als wij vroeger thuis kwamen en er was iets geweest in de kerk en vul het maar in. Dan wisten wij voor en al, als wij mee naar huis toeliepen. Nu staat er wat te gebeuren. En toen waren wij zo stil ineens. Tja, dat was wel een stukje discipline. U beseft, dan kunt u weer, oh, wat een dwangbuis. Nou, helemaal niet. Hier staat nu iemand voor u, die 65 nu jaar is, die daar heel dankbaar voor is nog steeds. Maar het werd wel eens duidelijk uitgesproken en gevoeld. En dan onderin, waar zijn zij? Drie regels van onderen. Want zo stellen zij zich bloot aan het peilen van Satan. Waar zijn zij die deze jongelui moeten beschermen? Wie houden zich stevig met één hand vast aan de troon van God, terwijl zij met de andere hand deze jongeren behoeden en hen tot Christus trekken? Maar waar zijn ze nu? Waar zijn dan nu de ouders? Laten we eens verder lezen. Toen er iets in het letterlijk Israël gebeurde, in het geestelijke Israël en ook in het moderne Israël. Juist hier moeten deze kinderen de kracht van het geloof kennen. En moeten zij met vaste hand in toom worden gehouden. Daar sprak ik net over. Letterlijk Israël, geestelijk Israël en modern Israël. Veel van hen die zo lang de goddelijke leiding en bescherming hebben afgewezen, haasten zich voort op het pad van ledigheid en zelfzuchtig vermaak. En zelfs op de weg van lage bezigheden en bezoedeling van het lichaam. Pas op, bezoedeling van het lichaam. Als gevolg daarvan wordt hun geest bevlekt en wekt godsdienst, Gods onfeilbaar woord, hun tegenzin op. Nu weer bidden, nu weer lezen, kunnen we niet eens een keer overslaan. Moet ik alweer naar de kerk? Beseft u, er gaat iets spelen bij die kinderen. Sommigen zijn zo ver gegaan op hun neerwaartse koers en vallen zo vol toewijding de weg van de sodomieten, dat zij de vervloeking nu heel dicht genaderd zijn. En de stem van vermaning en waarschuwing dringt niet meer tot hen door. Hoe kan dat?
Daar is iets in rondom de opvoeding wat niet goed is gegaan. Dat kunnen we uren over spreken, maar dat is onherroepelijk zo. Zij zullen nooit verlost worden, staat erachter. En de ouders zijn schuldig aan hun ondergang. Ik zeg het niet, maar de profetes zegt. En wat zegt de Bijbel? De welke, daar zij het recht Gods weten, ouders, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, hun eigen kinderen, des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Ik zie dingen bij ouders, daar word ik helemaal niet blij van. Laten we eerst nog eens even verder lezen. Dan komt hij er nog iets beter in. Dus Romeinen 1 vers 32. De ouders zijn schuldig aan hun eigen kinderen hun ondergang. Het ontaardige genot waaraan zij zoveel hebben opgeofferd, gezondheid, vrede in het hart en het eeuwige leven, wordt tenslotte zo bitter als gal. Zo bitter als gal. Kinderen kunnen niet meer fatsoenlijk eten. Daar begint het al bij de tafel. Ze willen niet meer bij de tafel blijven zitten. Ze willen niet meer bidden. Ze hebben het brood al van tevoren in hun mond en dan moeten ze nogal beginnen bij de tafel. Ze schoppen en ze slaan. Ze schoppen hun moeder. Ze slaan hun moeders op de buik. Schoppen haar op wat voor manier ook maar. Dat is niet meer normaal. Is dat normaal? Dat gebeurt dan, u beseft het al, onder mijn ogen. En wat zeggen wij altijd? Hebben mijn vrouw en ik altijd gezegd. Als je de kinderen thuis niet fatsoenlijk op kunt voeden of wilt voeden. U mag invullen wat u wilt. Maar iedereen kan het hoor. Iedereen die consequent is. Dan moet u niet verwachten dat ze ergens anders in één keer doen wat u ze zegt. Dat gaan ze niet meer doen. Nee, daarna nemen ze loopje met de ouders. Onvoorstelbaar. Deze dingen heb ik allemaal gezien. Bij ouders. Van moderne kinderen, mag ik het zo noemen. Van moderne adventisten. Het moderne Israël. Zal ik het nog duidelijker zeggen. Ouders. Moet eens opletten. Ouders, verknoei in hemelsnaam. Uw meest belangrijke taak niet. Wat is uw meest belangrijke taak? Moeders, schrijft zuster White over. Staat hier niet bij. Waar schrijft ze over? U moet zendelingen voor Jezus Christus in uw gezin maken. Dat is de meest belangrijke taak van de moeder. En ook van de vader, de priester. Heb geen mede welgevallen aan die verschrikkelijke dingen die uw kinderen doen. Daar moet u op ingrijpen. Rigoureus. Koste wat kost. Nogmaals weer. Ouders, verknoei in hemels naam uw meest belangrijke taak niet. De vorming van de karakters van uw kinderen voor tijd en eeuwigheid. Ze kunnen er dus door verloren gaan. Een dwaling uwerzijds bij het verwaarlozen in de getrouwe opvoeding of die onverstandige houding waarbij u de ogen sluit voor hun gebreken. Oh, dat heb ik maar niet gezien. U moet alles zien. En die u verhindert hen op gepaste wijze te corrigeren, zal hun ondergang worden. Als u er niets mee doet. Niets mee doet. U kunt 10 keer waarschuwen. En dan hebt u nog niet begrepen dat dat met 1 keer op moet houden. En daar heb ik nog geen tel spijt van. Dat is even een les die ze moeten leren. Oké, een maand, om mij per 2 maanden, maar dan is het over. En dan kunt u ze ook fatsoenlijk meenemen naar een ander toe. Dan ziet u iets gebeuren en zegt, pas op, blijf eraf. Pas op, hier blijven. Niet daar naartoe. Dan doen ze dat. Maar meestal doen ze dat niet meer. U beseft al, hoe ver zijn we afgegleden? Als gezinnen spreek ik nu heel in het bijzonder. Families ook. Want we sluiten de ogen voor hun gebreken. Uw koers kan hun toekomstige levensloop de verkeerde kant opsturen, ouders. U bepaalt voor hen wat zij zullen doen en wat zij voor Christus, voor de mensen en voor het welzijn van hun eigen ziel zullen zijn. En dan onderaan. Eén alinea van onder. Ik spreek over hetgeen ik weet. Ik heb ook bepaalde voorbeelden nu genoemd. Ik getuig voor u van de dingen die ik gezien heb.
Wanneer ik zeg dat onder onze jeugd, onder geschoolde jongeren van belijdende christelijke ouders, een kwaad zit, dat in Gods ogen kwetsend en beledigend is, en dat zoveel voorkomt dat het deel uitmaakt van de tekenen van de eindtijd. Ik zal u nog een voorbeeld noemen. Ik moest ergens op een school, op een christelijke school, examen doen. Had ik met opzet uitgekozen. Ik denk, nou, ik moet examen doen. Ik wilde toch liever in een christelijke omgeving doen. Nou, u begrijpt al, ik heb er spijt van. Nou, niet van hetgeen wat ik heb geleerd, maar wel spijt van als het om het examen ging. Ik zat daar tussen een stelletje opgeschoten jeugd. Dat was niet normaal. Ik kan niet alles vertellen, want dan gaat het nog veel verder. In het examenlokaal, daar zat die opgeschoten jeugd om me heen. En nu ik besefte al, ik zat als een van de ouderen daartussen. Maar daar konden ook ouderen examen doen. Dat was een algemeen examen. Wat hier gehouden wordt in heel Nederland. Het was niet normaal wat ik daar in die schoolklas heb meegemaakt. Zo'n lawaai, zo'n opstandigheid, dat die examinator op een bepaald moment zei, nu houden jullie je stil, anders stuur ik jullie er direct uit. Nou, ze wilden bijna nog niet luisteren, hoor. Ze bleven omgekeerd op hun stoelen zitten. Ze gingen met opzet met alle stoelen heen en weer lawaai maken. Dat was geen houden aan. Fijn. En ik kan u vertellen, er waren allemaal kinderen van christelijke ouders. Neemt u dat maar even voor mij, want dat weet ik, dat was een christelijke school. Dat zal ik u laten vertellen. Zo is de situatie nu. Het zit vol boze neigingen. Daarom vertel ik u dit van tevoren. Dat het duidelijk in de openbaarheid gebracht moet worden. En moet worden afgezworen. Daar moeten ze mee stoppen. Het is de zonde van het lichtzinnig en met verachting terugkijken op gedane beloften van toewijding aan God. Toen zij godsdienstige interesse hadden, bracht de Heilige Geest hen ertoe hun plaats volledig in te nemen onder de met bloed bevlekte banier van de vorst Immanuel. De ouders stonden echter zelfs zo ver van Christus af, nu beseft u het, en hadden het zo druk met wereldse bezigheden, al waren zo vol twijfel en ontevredenheid over hun eigen geestelijk leven, dat zij totaal ongeschikt waren om hen iets bij te brengen. De appel valt niet ver van de boom, is het spreekwoord. Ik meld u dit. Ik moet dit melden voor u, voor gezinnen. Daarom is het ook onherroepelijk verstandig met uw kinderen buitenuit te gaan wonen. Onherroepelijk. En dan komen die invloeden van straat, het op straat spelen met die opgelatenheid, die losbandigheid, die vunzigheid die daar ook nog gebeurt op straat. Het taalgebruik wat er is, dat is niet meer bij u thuis. Ik heb het voorbeeld genoemd dat ik uit een heel, heel klein dorpje kwam. Er stonden huizen aan het water, er was één weg door het dorp heen en er was een trambaan en daar stonden ook huizen aan. En dan, dat was het. Daar waren ze wel aan het bouwen, maar dat was in wezen het hele dorpje. Amper niets. Laten we nog eens een keer zo'n, ja, ik moet het zeggen, pijnlijk onderwerp aanpakken. Door middel van ambitie, bladzijde 41 bovenin. Door middel van ambitie, ongeloof en kritische instelling of zelfverheerlijking lokt Satan de jeugd van het smalle pad, van heiligheid. Dat is opgeworpen voor de verlosten des Heren. Over het algemeen verlaten zij dit pad niet plotseling. Zij worden er stap voor stap van afgelokt. Dat gaat heel voorzichtig. Na een verkeerde stap gezet te hebben, verliezen zij het getuigenis van de Heilige Geest dat God hen aanvaard heeft. Daar staat het. Zo vervallen zij in een toestand van ontmoediging en wantrouwen. Twijfel komt op. Ze hebben een hekel aan godsdienstige samenkomsten natuurlijk, dat hoort erbij. Omdat hun geweten hen veroordeelt.
Moet het zo zwaar? Dat zijn zware preken. Ze zijn in de strikken van Satan terechtgekomen. En er is maar één manier om te ontsnappen. Uit die afval. Zij moeten op hun schreden terugkomen. En nederig hun halfslachtige koers bekennen en verlaten. Zowel bij de ouders als bij de kinderen, zet ik erachteraan. Laten zij hun eerste ervaring, die zij zo lichtzinnig verlaten hebben, vernieuwen en iedere goddelijke ingeving koesteren. En laten deze heilige emoties, die alleen de Heilige Geest kan ingeven, weer bezit nemen van hun ziel. Dus bij jeugd, dat bedoel ik met kinderen, en ouders. Vertrouw in de macht van Christus. Vertrouwen in die geweldige macht van Christus zal ondersteunende kracht geven en licht dat leiding zal geven. En waardoor kan dat? Hoe kan dat? Dat kan alleen maar door Gods woord. Echt. Hoe doet u dat alles? Hoe kunt u dat doen? Ze nieuwsgierig maken naar het woord. Bespreekt u dit eens met hun? Romeinen 1 vers 32. Zeg eens tegen hun, wij zijn ook nalatig geweest. Wij moeten jou, jullie helpen, kinders, jeugd, die verstandelijk kunnen denken. En zelfs hele kleintjes al, die kunnen ook heel goed begrijpen wat er aan de hand is. Wij willen nu Jezus Christus volgen, waar het lam ook heen gaat. Besef dat goed, anders zijn wij eeuwig verloren. En jij of jullie, als je meerdere kinderen mag hebben, dat is een zegen voor God, ook. Dat is openlijk gesprek. Oprechtheid waarderen kinderen, moet je goed onthouden. Ik heb altijd hele duidelijke woorden aan mijn kinderen toe. Pijnlijke woorden, dat beseft u. Want zoals ik tegen u spreek, spreek ik ook tegen mijn kinderen. In alle liefde wel te verstaan. Ik hou van u. Niet één uitgezonderd. Echt niet één. Ongeacht wie u bent. Maar ik moet u proberen te helpen. Ik doe er alles aan om u mee het koninkrijk in te krijgen. Want het is mijn plicht om u te waarschuwen. Want laten we eens verder lezen. Terug naar de Bijbel. Onderin, bladzijde 41. Zij die de Bijbel bestudeert. Als u de Bijbel met uw kinderen bestudeert. Raad houden met God, kijk, daar komt God. Daar komt de Heilige Geest. En vertrouwen op Christus, u moet natuurlijk dat vertrouwen wel zelf uitstralen, ouders. Zullen in staat zijn onder alle omstandigheden wijs te handelen. Natuurlijk, u hoeft niet direct klaar te staan met de hand. En dat is echt niet erg hoor. Wij hebben onze kinderen ook wel eens een tik achter hun achterste gegeven. En daar voelen ze helemaal niks van. Maar het was natuurlijk verschrikkelijk dat wij als ouders iets tegen hun deden. Dat was het meer hoor. Dus u beseft wel, het is goed om de lijnen strak te houden. Doet u dat niet? Ja, dan hebben ze straks de lijnen bij u strak. Gaat het andersom. Goede principes zullen in het dagelijks leven zichtbaar zijn en zichtbaar worden. Neem de waarheid voor deze tijd van ganse hart aan, van die zeven hervormingsperiode. Kunt u, als u goed gestudeerd hebt, kunt u uw kinderen dat voorleggen. Laat het de basis van het karakter worden en het zal een standvastige gerichtheid opleveren. Waartegen de verlokkingen van de wereld, de wispelturigheid van de gewoonten, de minachting van de liefhebbers van het mondaine en de drang van het eigen hart tot zelfverheerlijking machteloos staan en deze niet kunnen aantasten. Het geweten moet eerst verlicht worden. De wil moet onderworpen worden. Hoort u mij altijd over? En de profetes ook. De wil moet onderworpen worden. Liefde voor waarheid. Vanuit Gods onfeilbaar woord. Rechtvaardigheid. Oprechtheid in uw hart. Vertel uw kinderen wat echt gerechtigheid door geloof is. Moet de ziel beheersen. En er zal een karakter tevoorschijn komen. Dat de goedkeuring van de hemel kan hebben. En kan wegdragen. Dat is wat God met u en mij wil. Wat ik u nog verderop wil vertellen, dat is ook belangrijk. Laten we een stukje verder lezen.
Wij bezitten een duidelijke voorbeeld van de ondersteunende kracht van vastberaden godsdienstige principes. Dat zijn de beginselen. Zelfs de angst voor de dood kon de verzwakte David er niet toe brengen het water van Bethlehem te drinken. Waarvoor heldhaftige mannen hun leven hadden geriskeerd om het te verkrijgen. Dus u beseft, David kon dat niet doen om het water van Bethlehem te drinken. En echt, die mannen gingen dwars door alles heen om David dat te schenken. En hij kon het niet voor elkaar krijgen, want ze hadden hun leven daarvoor op het spel gelegd. En dan verder, de gapende leeuw, moet je opletten, kon Daniel niet van zijn dagelijkse gebeden afhouden. 3 keer per dag, weet u het nog? Evenmin kon de vurige oven Sadrach, Mesach en Abednego, en dus zijn metgezellen, het toe brengen te buigen voor de afgod die Nebukadnezar had opgericht. Jonge mensen die standvastige principes hebben, zullen goedkoop amusement vermijden, willen ze niets mee te maken hebben. Pijn verdragen en zelfs eerder de leeuwkuil en de vurige oven trotseren dan God ontrouw zijn. Misschien kunnen kinderen nog wel eens een voorbeeld zijn voor de ouders. Zou dat kunnen? Ik kan u vertellen, als uw kinderen eens een keer Sabbat gaan houden, als u uit de zondag vandaan komt, en die kinderen krijgen het zo diep in hun hart, die voorbeelden ken ik, dat ze de Sabbat houden. Dat ze dat geweldig vinden, die Sabbat. Dat gaan ze overal vertellen. Op school, tegen hun vriendjes, ja, ik ben er niet hoor. Wij houden Sabbat. Doen die kindjes allemaal raad tegen hun natuurlijk. Ja, dat maakt hun helemaal niet uit. Zijn sommige kinderen, dan is het om 7 uur Sabbat, die zitten om 3 uur al thuis. Waarom? Ja, want wij hebben Sabbat. Ik wil op tijd voor de Sabbat zijn. Maar dat is zo'n mooie dag van de Heer. Ik zeg niet dat ik hier zomaar iets sta te vertellen. Die voorbeelden heb ik en die hoor ik en die zie ik. Geweldig. Wat wij mensen als ouders niet durven, lieve broeders en zusters, dat doen de kinderen wel voor u. Wat een oprechtheid. Geen schijnvertoning bij die kinderen. Nee, ze zijn blij dat ze Sabbat houden. Beseft u het? Het kan wel eens heel anders uitpakken dan u denkt, ouders. Geweldig, mooi als ik dit soort dingen hoor. Daar kan ik van genieten. Daar kan ik de Heere God loven en prijzen. Want het is voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. En voor kinderkens geopenbaard. Is dat niet geweldig? Dus nogmaals, evenmin kon de vurige oven Sadrach in zijn metgezellen ertoe brengen te buigen voor de afgod die Nebukadnezar had opgericht. Jonge mensen die standvastige principes hebben, zelfs kinderen, zullen goedkoop amusement vermijden, pijn verdragen en zelfs eerder de leeuwkuil in de vurige oven trotseren dan God ontrouw zijn. Besef dat, lieve broeders. Ouders, dan kunt u zelfs nog iets van uw oprechtheid van uw kinderen leren. Let op het karakter van Jozef. Deugd werd zwaar op de proef gesteld. Natuurlijk, er zat een verkeerde kant even in Jozef in het begin. Hij was natuurlijk ook trots, want zijn vader hield het allermeeste van hem. Maar, u beseft, dat is ten goede gegaan. Maar de overwinning was volledig. Met die vrouw, Potifar, die Jozef verleiden wilde. Maar de overwinning was volledig. U weet dat hij en wat hij is geworden. Op elk punt doorstond de edele jonge man de toets. Hetzelfde verheven en onbuigzame principe kwam bij elke verzoeking tevoorschijn. De Heere was bij hem en zijn woord, Gods onfeilbare woord, was wet. Geboden, inzettingen en recht. Zo'n onvoorstelbare mooi iets kunt u meemaken in uw gezin. Besef dat, lieve broeders en zusters. Want in P9 heb ik hier ook wat van behandeld. Maar ik wil het toch voor u meenemen. Omdat het hier ontzettend belangrijk is wat
we hier met z'n allen bespreken. Zo'n standvastigheid en onwrikbaar principe straalt het helderste als het in contrast staat met de zwakheid en de ondoelmatigheid van de jeugd van tegenwoordig. Jozef versus jeugd van tegenwoordig. Op enkele uitzonderingen na zijn er twijfelaars die met alle winden meewaaien. Vandaag zus en morgen zo. Ze hebben geen karaktervorming gehad. Houdt hun de bekoring van plezier of van zelfzuchtig genot voor ogen en het geweten wordt opgeofferd aan de begeerte, het tiende gebod. Is zo'n persoon te vertrouwen? Jeugd, kinderen, ouders, u mag alles gaan invullen? Nooit. Als zo iemand niet in de verleiding gebracht wordt, kan hij zich zo voorbeeldig gedragen. Dat alle twijfel of wantrouwen ongegrond lijken. Nou, dat doet mijn kind niet. Zo is mijn kind niet. Nee. Maar laat de gelegenheid zich eens voordoen. En hij zal uw vertrouwen verraden. De gelegenheid doet zich straks voor in die eindtijdgeschiedenis. Broeders en zusters. Verraadt u uw ouders, als uw ouders wel de Sabbat gaan houden, verraadt u uw kinderen, ouders, als uw kinderen wel de Sabbat gaan houden en gerechtigheid door geloof willen uitleven? Of begint u met allemaal verschrikkelijke haatdragende woorden? Want ja, het is uw kind, dus u mag natuurlijk alles zeggen tegen uw kind. Dat ze bezeten zijn van de duivel omdat ze de Sabbat houden. Beseft u? Is heden ten dagen gaan en het wordt nog veel erger. Want ze menen God een heilige dienst te bewijzen om u te doden. Weet u nog wat de Heer Jezus zei? En het was bij onze geliefde Heer Jezus ook zo'n verrader. Hij heeft een ongezonde instelling. Juist op het moment dat standvastigheid boven alles wordt geëist, zult u merken dat hij verstek laat gaan. En mocht hij geen Judas worden, dan komt dat door het ontbreken van een juiste gelegenheid. Ik kan het me haast niet voorstellen. En ergens ook wel, want ik heb de nodige ervaringen. Dat beseft u. En u zult ook begrijpen als straks uw kinderen niets met het geloof willen te maken hebben. Of de ouders niets met het geloof, met de waarheid, de zuivere waarheid te maken willen hebben. Voor deze tijd. Dat de gekste dingen gebeuren. En dan zult u ook beseffen dat u niemand en ook echt niemand meer kunt vertrouwen. Alleen die kleine groep, dat hele kleine overblijfseltje. Die drie horentjes die over de hele wereld verspreid zijn. Gaan beseffen hoe ze in het nauw gedreven worden. En buiten die drie hoorns, want we hebben ook drie hoorns als martelaren, ja, die zullen een zware periode meemaken. Maar blijf staan, broeders en zusters. Blijf binnen uw gezinnen staan. Want iemand kan zich heel voorbeeldig gedragen. Dat alle twijfel of wantrouwen ongegrond lijken. En toch een mede welgevallen hebben in de zonden van een ander. Een klein stukje verderop. Zelfs vriendelijkheid kent grenzen. Beseft u dat? Dat zei de 43 onderaan. Zelfs vriendelijkheid kent grenzen. Gezag moet gesteund worden door een strenge houding. Dat kan niet anders. Dat heeft God tegen ons en naar ons met heel veel liefde en welgestrengheid. Moet u ook hebben, ouders, naar uw kinderen toe. Of het zal door velen met spot en minachting bekeken worden. De zogenaamde tederheid, het gevlei en de toegevelijkheid die ouders en verzorgers gebruiken ten aanzien van hun kinderen, is het ergste kwaad dat hen kan overkomen. Vastberadenheid, besluitvaardigheid en duidelijke afspraken zijn van wezenlijk belang voor ieder gezin. En binnen ieder gezin. Ouders, neem uw verwaarloosde verantwoordelijkheden weer op u.
Voed uw kinderen op naar Gods bedoeling. Om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Tot zijn wonderbaarlijk licht. Stop met die welgevallen hebben aan uw eigen kinderen. En alles wat ze doen. Lieve broeders en zusters. Lieve kinderen, jeugd. Weet dat wij allen gewogen worden in de weegschaal. Mene tekel u van zin. Gewogen en te licht bevonden? Vraagteken. Nu is het de tijd. Nu kan het nog. Straks, bij de eerste plaag, is de genadedeur dicht voor de totale mensheid. Ik bid met u dat u mag beseffen hoe wij als gezinnen in de eeuwigheid toegelaten worden. En alleen maar toegelaten kunnen worden als we naar Gods geboden leven en gehoorzaam zijn aan Hem. Amen. We willen eerst die mooie psalm zingen. Maar er staat ook nog iets bijzonders in. Psalm 105 en daarvan. Het 11e vers. Toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was. Toen voor aller ogen zijn woord in helder daglicht scheen. Toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan. We moeten door die beproeving heen. De volkenheer deed hem ontslaan. U kunt beseffen, indien wij staan blijven, gaat God u en mij onherroepelijk helpen. Laten we samen zingen Psalm 105, vers 11. Bood de koning, ook onze grote koning, om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan, indien wij handelen naar Gods welbehagen. Der volken Heer deed hem ontslaan. Laten we samen de Heer zoeken in gebed en ook gezamenlijk bidden voor elkaar. Ouders, gezinnen, wilt u samen met mij de Heer zoeken? Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, het is niet zo makkelijk voor ouders om de juiste weg te bewandelen. Vaak zien wij als ouders niet alles wie wij zelf zijn, maar we zien soms ook niet als ouders door de liefde die we in ons hart hebben voor onze kinderen, wie onze kinderen echt zijn. Want liefde maakt blind, zeggen we wel eens.
En dat is echt zo. En toch moeten we ook eens aannemen van een ander, hoe een ander dat ziet. Daar kunnen wij ook van leren. Ouders kunnen daar ook van leren. Met in het bijzonder vanuit uw woord vandaan. Vanuit de geest de profetie vandaan. Er is veel over geschreven. Dat de kinderen, zoals we nu ook hebben gelezen en begrepen, toch een duidelijke koers moeten krijgen van de ouders. En consequent moeten de ouders zijn. Dat gaan de kinderen onherroepelijk begrijpen. Dan wordt het leven in het gezin een stuk aangenamer. Heer, wilt u uw oprechte ouders helpen daarin? Uw kinderen van de ouders ook helpen daarin? We zijn allemaal kinderen van u. En u wilt ons allemaal in het koninkrijk hebben. Maar we zullen wel een keuze moeten maken voor de oprechtheid en liefde voor elkander, ook binnen het gezin. Wilt u daarom ook bij die broeders en zusters zijn die kiezen voor de waarheid, die daar moeilijkheden mee ondervinden, omdat hun ouders of hun kinderen, of wie dan ook maar, niet die waarheid aannemen, dat ze daar voorzichtig mee om blijven gaan en liefdevol blijven, maar wel duidelijke keuze maken voor u. Niet een mede welgevallen hebben in de zonde van anderen. Dat bidden we en smeken we van u. Niet omdat wij het hebben verdiend. Maar uit genade en om Christus Jezus, onze geliefde is in naam. Amen. Lieve broeders en zusters, ik begrijp heel goed dat dit pijnlijke onderwerpen zijn. Maar ik heb het ook mogen leren met Gods genade van de Heer. Dus in alle liefde probeer ik u te helpen. Ga terug naar het onfeilbare woord van God. We gaan straks naar de inzameling Psalm 105 vers 12. Lees ook vooral die hele psalm vanuit de Bijbel door. Dus wij worden ook gedreven naar het beloofde land, Kanaan. De hemelse gewesten natuurlijk, dat beseffen we. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar eerst gaan we de inzameling doen. Dan kunt u luisteren naar orgelmuziek. Laten we samen gaan staan en met z'n allen zingen Psalm 105 vers 12. En ook staan blijven om de zegen van God mee te krijgen.
Al de oudsten luisteren naar zijn leer. De ouders zijn de oudsten en die luisteren naar de leer. En dat brengen ze over aan hun kinderen. Dat is het. Wij willen met z'n allen een zegen meekrijgen van de Heer. Wilt u samen met mij de hoofden buigen om Gods zegen ook voor deze nieuwe week weer mee te mogen krijgen? Laten we de hoofden buigen met z'n allen. De Heer zegen u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.